Kijk eens, Botlek TV Link Media. Een hele goede morgen, middag, avond, afhankelijk van wanneer u kijkt. Al is het midden in de nacht, maar hier is het dag. De vlinders vliegen van gedicht naar gedicht. We zijn hier in Simonshaven. En u hoort het, ik praat wat zachter, want achter mij en voor mij zijn dichters bezig met het brengen van de mooiste poëtische gedichten. Naast mij links staat, nou ja, ik mag wel zeggen, de organisatrice van het 9e Augusta Po Festival. En er is er maar één op de hele wereld die haar naam goed kan uitspreken en dat is ze zelf. Leslie Frances Sanford. Leslie Frances Sanford. Zo, ik heb de eerste les gekregen in, ja, in een beetje Frans en een beetje Engels. Hè? Het is er een beetje tussen. Ik ben Engelse. Ja. Van de oorsprong. De 9e keer inmiddels alweer. En ongelooflijk, wederom, fantastisch weer. Dat je goed kan organiseren, dat weet ik. Maar hoe krijg je het voor elkaar met een lijntje naar boven dat het altijd goed weer is? Ja, ja, ja. Er zijn veel mensen in het koor ook waar ik in zing. Die deden allemaal schietgebedjes. Nou, met zo'n volume aan schietgebedjes moet het toch wel goed komen. Ja, dat kan bijna niet anders. Maar goed, op de achtergrond horen we ook het applaus. Er gebeurt van alles. In de pastoriewoning een stijlkamer. Helemaal ingericht door Julius Caesar. En dan hebben we het niet over de oude Romeinse keizer. Nee, echt Julius Caesar van deze tijd. De man die die naam heeft meegekregen omdat hij eenmaal zo heet en zijn ouders het wel prettig vonden dat hij Julius werd genoemd. Maar ook in de boventuin, in de ondertuin. Prachtig hier. We zijn in Simonshaven. En de pastorie, hoe oud is die? Die is gebouwd in 1864. En Augusta is geboren in 1859. In het huis wat hier voor dit huis gebouwd werd, er stond. Toen kwam er een brand. Toen moest ze even weg. Dus eigenlijk is zij de eerste, allereerste bewoonster van dit huis geweest. Even voor de kijkers. Wie was Augusta Po? Ja, een dichteres, dat weten we. Maar hoe is ze hier aanbeland? Augusta is hier geboren als dochter van de dominee, dominee Po. Dit is een pastoriewoning. En zo is zij hier gekomen. Dus zij heeft hier als kind gespeeld en geïnspireerd is ze geworden door deze omgeving. Dat is duidelijk in haar werk terug te vinden. Je zingt zelf in een koor. Ongetwijfeld komen daar nog beelden van met geluid. Ik heb zelf ook even staan luisteren. En het klonk als engelengezang hier boven Simonshaven. Het is ongelooflijk zo met dit weer. Doe je dit al lang? Of ben je gaan zingen in een koor omdat je elke keer weer hier beroemde en niet beroemde en inmiddels wel weer beroemde zangers en zangeressen weet te halen? Nee, ik heb jaren geleden veel gezongen in koren. En een aantal jaar niet. En sinds de coronatijd hebben mensen het kerkje, het Witte Kerkje, gevonden om te repeteren, om de repetities te doen. En toen werd ik gevraagd, zou dat niet wat voor jou zijn? Want ik woon naast de deur. En zo ben ik terechtgekomen. En het is fantastisch. Het is wel een beetje boven mijn het niveau wat ik gewend was. Dus ik heb heel wat bijgespijkerd het afgelopen jaar. Let us sing, let us sing, let us sing, let us sing, let us sing like festive bells of joy. Hallelujah, like festive bells of joy, like festive, hallelujah, bells of joy. Let us sing, let us sing, let us sing, let us sing, let us sing like festive bells of joy. Hallelujah, like festive bells of joy, like festive, hallelujah, bells of joy. Hallelujah.
Alleluia, alleluia. Jesus smile, oh, Jesus smile. Zover. Het 9e Augusta Fo Festival. Het is er. Geweldig. Hartelijk welkom allemaal. Fantastisch dat jullie er allemaal zijn. Jullie hoorden net het klein koor in canto. En samen met het koor tel ik aan deelnemers dit keer 44 personen vandaag die hun steentje bijdragen. Dus het wordt helemaal feest. Geweldig dat jullie er zijn. Ik ga niet langer praten. Ik ga jullie voorstellen aan onze wethouder, Jeroen Postma. Wethouder van Cultuur van Nissewaard. Goedemiddag allemaal. En wat mooi dat we ook dit jaar weer schitterend weer hebben tijdens het Augusta Po Festival. Vorig jaar was het eigenlijk een verrassing dat het weer zo mooi was. Maar dit jaar... De voortekeningen waren gunstig en dat blijkt ook maar weer. En dat verdient dit festival ook. Want er gaan heel veel uren zitten in de organisatie van dit festival. Met name Julius springt daarbij altijd in het oog als het gaat over de voorbereidingen die daarbij getroffen worden. Dus blij dat we vandaag weer schitterend in de tuin bijeen kunnen zijn. En een mooi thema wat vandaag gekozen is, verbinding. En dat past toch ook wel in de tijdgeest waarin we zitten. Een tijd waarin meningen soms als feiten worden gezien en feiten soms als meningen. Ja, daar is eigenlijk maar één manier om daar dan het gesprek met elkaar te blijven aangaan. Dat is door die verbinding te zoeken en te kijken wat zijn de gedeelde waarden die je met elkaar hebt en hoe betrek je elkaar. Nou, dat is ook de bedoeling van vandaag, heb ik begrepen, om met elkaar die verbinding te zoeken en deel te nemen aan de optredens die er zijn, aan de voordachten die er zijn. En dat is denk ik een hele mooie stap. En dat is denk ik ook het belang wat kunst en cultuur heeft binnen onze samenleving, binnen Nissewaard. Dat is juist dat je met elkaar die gedeelde taal creëert, waarin je het gesprek met elkaar kan voeren en waarin je elkaar kan vinden en samen verder kan bouwen. Dus een heel mooi thema, denk ik, voor dit jaar om op voor te bouwen. Ik ga u niet heel veel langer in spanning houden, want volgens mij staat er heel veel moois te gebeuren dit jaar weer. Een festival dat voor de 9e keer georganiseerd wordt. Volgend jaar de 10e keer. Ja, en je ziet het ieder jaar weer groeien. Het wordt een steeds groter festival. Ik ben toevallig met de auto. Nou, er was al een parkeerprobleem in Simonshaven. En dat is toch een tijd geleden, denk ik, dat het geval was. Nou, dat laat ook maar zien hoe erg de dichtkunst toch ook leeft in Nissewaard. Maar zeker in Simonshaven op deze plek die bij Augusta Po toch zo passend is. Ik wens u heel veel plezier. Een hele fijne zonnige dag. En vooral heel veel inspiratie met de verschillende voordrachten en optredens die er zijn.
Ik ben Ingmar Heidse. Ik mag een kwartiertje voorlezen. Ik doe een korte set vandaag met... ben ik een beetje verstaanbaar achterin? Gaat dat met dat ding? Ja, ik zie mensen knikken. Dat is mooi. Kom anders gerust dichterbij. Ik ben heel benieuwd, want we merkten net met de soundcheck met Clementine... dat de kikkers soms mee gaan doen. Dat is helemaal mooi. Dan krijg je meteen dat hele Paul McCartney gevoel. Ik begin met een liefdesbrief aan de regen. Regen, ik heb al je boeken. Ik las ze stuk. Ik citeer ze in het weerbericht. Ik lees ze voor aan kinderen in rubberlaarzen. Ik val erop terug als mijn bestaan op pauze staat. Je sloot me op, soms weken achter elkaar, in lekkende tenten en houten vakantiehuisjes. Je maakte kringen op de vijver en de grote speurtocht viel in het water. Ik denk wel dat ik van je hou, regen, omdat je nu al zo lang valt en niemand raapt je op. Het stormt vandaag. Zojuist veranderde je mijn geschminkte dochters in doorgelopen clowns. Ze huilden. Ze begrijpen nog niet wat voor geschenk je bent geweest. De avond dat hun moeder maar bleef slapen toen jij viel en viel en viel tot na de laatste trein. Welkom, het is nog amper te lezen. Op de stuk gelopen mat van dit verlaten thuis. Het zonlicht heeft de jaren verweven. Met een muur dat genadeloos verheft. Dat als een vergaan journaal mijn jeugd omhelst. Struin door het gevallen kruis en voel me slechts een passant in een boek dat vervaart. Gevangen in een film dat alleen nog maar in mijn hoofd bestaat. Ik sta naar een verdampt glas wijn en vraag mij af. Was het leven goed zonder mij? Want als je wist hoe vluchtig het is, zou het dan anders zijn? Als je wist hoe breekbaar het is, had je dan eerder gevochten, eerder gezien, eerder eerder omhelst, eerder geschonken, eerder voorzien, eerder vergeven, eerder omhelst, eerder de stilte met je hart verbroken, als je wist hoe vluchtig het is. Al jaren het antwoord op het krijgen van gelijk. Maar de verf verliest zijn macht en bekend zijn onschendbare geheim. Want wat jij blijkbaar zag als jouw kostbaarste bezit is de herinnering die wij delen. Zie pas jouw ware kleuren. Want als ik wist hoe vluchtig het is, zou het dan anders zijn? Als ik wist hoe breekbaar het is, had ik dan eerder gevochten, eerder gezien, eerder begrepen, eerder omhelst, eerder geschonken, eerder voorzien, eerder vergeven, eerder bekend, eerder de stilte met mijn hart verbroken, als ik wist hoe vluchtig het is.
als ik wist hoe breekbaar het is. Ten eerste mijn naam. En als u het niet kunt horen, dan kunt u ook wat dichterbij komen. Is mijn tip ook nog aan iedereen. Kom wat bij de vijver. Er is ook schaduw. Mijn naam is Frans van der Akker. En u ziet mij in het draaiboek staan onder mijn dichtersnaam. En dat is Frans van Eyck. De bomen die in deze avond staan, bewegen alleen hun dunne twijgen. Zij raken een avond niet aan die zo hoog blijft zwijgen. Een boom vangt een ster in zijn donkere lover en wolken vangen sterren. De wilde wind danst over de beek en het water lokt maanglans van verre. Kinderspel is het in een grote zaal van avondeenzaamheid. En tot de avond dringt niet hun kindertaal en het gedruis van hun vrolijkheid. Deze avond is zo stil geweest, van zo vochtig een dauw bedropen, zo eenzaam en zo verweest, met zo wijde ogen open. Ingmar Hertzen had het al over Utrecht. En in Utrecht, achter de parkeergarage, als ik naar de Oude Gracht liep, daar stond een hele mooie, hele oude rode beuk. Ik denk 140 jaar oud. En ik moest eigenlijk elke dinsdag, als ik daar kwam, even denken, wat heeft die beuk allemaal beleefd? Nou, en daar gaat dit gedicht over. Greta Luchtmeijers. Rode beuk. Ik houd mijn haast even in. Haar rode bladerdak hoog boven mij. Ook om mij reiken haar takken. Diep doorbuigend strekt zij zich vriendelijk naar me uit. Streelt bijna mijn gezicht. Ik laat me van binnen raken, mijmerend over tijd en gebeurtenissen. Die zaten er onder haar te zoen. Roddelden daar over wie aan dit pleintje zijn geboren en wie er allemaal zijn gestorven. Een boom ontstaan uit één enkel nootje. Onvoorstelbare gedaantewisseling. Vier staat ze daar te zwijgen. En vertrouwend op haar stevige aarding draagt zij haar kruin tot waar ik kijken kan. Verbindt zij mij met aarde en met lucht. Hans Marijnissen. En het gedicht heet Vang hem op. Vang mijn kind op. Als hij struikelt en valt in de armen van hem, van hen die hem misbruiken willen, die aan hem verdienen. Help hem met opstaan en zorg voor pleisters, hechtingen, een zakdoek, kalmerende woorden, een arm rond de gekwetste schouders. Ik zie het ook, hij is sterk als een beer. Zijn knuffel kneust je rug en hij is een kop groter dan al die zorgverleners die komen en vooral gaan. Als ik het niet meer kan en niet meer ben, vang hem dan op voor mij, voor hemzelf vooral, en breng hem thuis. Ja, mijn naam is Helene Bos en ik lees gedichten van mijn man voor. Eindgesprek. Meneer de Dood, ik denk dat u een man bent, want een vrouw wierp mij op de aarde. Als wij elkander terugzien, wat kan ik u dan zeggen? Over wat ik heb gedaan, over wie ik ben geweest. Meneer de Dood, ik denk dat u een man bent. Als wij elkaar weer terugzien, hoop ik u te zeggen, ik heb goed gedaan, in het licht gestaan. Heer Dood, kom niet te vroeg, ik ben mijzelf niet zeker. Mijn antwoord uwer is nog niet voltooid, nog niet, nog lang niet. De tekst afscheid. Ik ben Jan Bulsink. En nou, hij gaat gewoon zoals hij gaat. Wanneer stop je met zwaaien? Als je lief wegfietst bij de deur, voor de eerste verkeersdrempel of nadat ze de bocht neemt, de hoek omgaat. En wanneer zoen je haar? Bij het aantrekken van de jas, het inpakken van haar fietstas, naast de fiets, vlak voor ze rijdt. Hoe lang duurt die strijd? En wanneer laat je los? Weersta je die druk achter je nog droge ogen? Ontglipt je dat kleine geluk? Wanneer ga je rennen? Verloren tijd inhalen. Wanneer wordt ze een van je verhalen?
Dank jullie. Mijn naam is Patrick van der Biezen, voormalig stadsdichter van Nissewaard. En het gedicht heet Lieve Taal. Het is in de vorm van een brief. Lieve taal, vol verwondering kijk ik toe. Hoe de inkt langzaam maar zeker de vorm aanneemt van de letters die nodig zijn om onder woorden te brengen wat ik je zeggen wil in deze brief. Namelijk dat ik je bewonder, taal, over hoe je ons verbinden kan als mensen. Hoe je ons verslinden kan en kwellen wanneer we jou niet beheersen kunnen. Niet de zinnen vinden kunnen die ons verhaal vertellen. En dat ik van je hou, taal. Van je heerlijke complexiteit. Van je regeltjes en gekkigheid. Want je bent leuk, taal. Om zomaar mee te spelen. Of aan de wereld mee te delen wat je van het hart moet. Je bent ons collectieve vastgoed. We kunnen op je bouwen, op elk niveau tot je verhouden. Je geeft ons handen en voeten, in plaats van met handen en voeten met een ander te moeten communiceren. Je brengt een leven lang leren, weten dat het kan verkeren. Omdat de regels voor het spellen, tijdens het spelen van het spel, zomaar kunnen improviseren. Ik slijt nu af, lieve taal, en trek mijn aandacht terug. Ik laat je graag met rust. Met de gedachte dat, zolang letters de basis vormen, woorden altijd de zin van het leven zullen beschrijven. Met vriendelijke groet, Patrick. Ja. Mijn naam is Natasja Bodde en dit gedicht heet Kortgewiekt. Wilde, blonde haren, strak door mama in een vlecht verbonden. Potlood in je linkerhand, bril net iets scheef op je neus. Een glimlach wanneer onze ogen kruisen. Ik staar naar jouw lege vlakken van je werkboek, nu vol met bloemen. Je hand niet in de lucht wanneer een vraag wordt gesteld. Hoofd in de wolken terwijl je nog niet eens bij het lichtknopje komt. Zonnestralen passen toch beter bij je. Net als al het andere dat geen toestemming nodig heeft, tikt de jouwe harder dan het ritme van haar klok. Jouw gedachten zijn tijdloos. Al lang niet meer bij de som, nu je weet dat alles bij elkaar opgeteld toch nooit genoeg zal zijn. Ik zie je, bijna nog meer als dat ik het voelen kan. Die grote jongensdromen in kleine meisjesharten, in grote meisjesharten. De juf roept jouw naam, terwijl ook ik al lang niet meer bij haar les ben gebleven. Een vermoeide, snap je nu wat ik bedoel? Uit haar tenen gekropen, ik zeg... Ik snap wat zij bedoelt, maar nog niet kan verwoorden. Schieten door mijn hoofd die zij nog niet zal begrijpen. Liefste, weet dat hoe kort je wellicht gewiekt mag worden, wie je bent voor altijd terug mag groeien.